Tijd kun je maar één keer uitgeven. En dat weten we allemaal. Net zo goed als onze energie. Die kunnen we maar één keer besteden. En toch vallen we heel erg vaak in de valk. Om te denken dat het allemaal wel lukt. En besteden we onze tijd aan dingen die er eigenlijk niet zo toe doen. Welkom bij de Astrologie als Strategie-podcast, waarin ik je in iedere aflevering meeneem in hoe jij astrologie in jouw dagelijks leven kunt toepassen en in jouw bedrijf. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over de valkuilen waar we heel vaak intrappen en hoe je jezelf daarvoor kunt behoeden met behulp van astrologie. We weten allemaal dat de tijd die we hebben, we maar één keer. Ergens aan kunnen besteden. Onze aandacht kan maar naar één ding toe gaan. En tegelijkertijd gebeurt het zo vaak dat je tijd besteedt aan dingen die eigenlijk niet het verschil maken. Een hele belangrijke hierin is ook dat we onszelf het niet gunnen om tijd te besteden aan dingen die ons oplaat. En ik ben hier ook geen heilige in dat ik dit altijd, iedere dag doe, dat ik nooit in die valkuil stap. Maar ik wil je ook aan de hand van een voorbeeld meenemen en hoe ik dat ook bij mijn klanten aanpak, zodat je nog beter kunt begrijpen en kunt zien, hé, hey, hoe kan ik dit op dagelijks niveau toepassen? En wat heeft astrologie daarmee te maken? Voordat ik daarin duik, wil ik je nog even wijzen dat op 19 februari een nieuwe masterclass is, de Astrologie voor Coaches en Therapeuten Masterclass, waarin ik je ga leren drie hele specifieke tools, zodat je astrologie meteen al na de masterclass kunt gaan toepassen voor jezelf en ook voor je klanten. Want ik vind het heel belangrijk dat meer coaches en meer therapeuten de kracht van astrologie zien en zien hoe transformerend het kan zijn, en dus ook heel belangrijk is voor hoe jij je tijd en je energie. Besteed. En dus uiteindelijk daar ook heel veel mooie besparingen in kunt maken. In de show notes lees je hoe je je kunt opgeven voor deze gratis masterclass. Nogmaals, die vindt plaats op 19 februari en er komt ook een replay. Dus zorg ervoor dat je jezelf op de lijst zet. Het besparen van tijd en energie vind ik veel belangrijker dan alle andere besparingen of andere winst. Vanuit een marketing oogpunt klinkt het natuurlijk altijd lekkerder als we het hebben over het besparen van geld of het verdienen van meer geld. En ja, hier heb ik laatst ook een podcast over opgenomen, een post over geschreven, want mijn klant had inderdaad 400.000 euro bespaard. Door een beslissing die zij niet overhaast genomen heeft, de tijd heeft gegund om het te laten marineren. En die podcast gaf me ook weer het idee. Om dieper in te gaan op het stukje besparen van tijd en het besparen van energie. En dat komt eigenlijk weer terug bij een quote die ik een hele lange tijd geleden ergens hoorde, maar altijd is bijgebleven. Die quote ging specifiek over het opruimen en het hebben van rommel. Rommel staat gelijk aan niet gemaakte beslissingen. Rommel staat gelijk aan niet gemaakte beslissingen. Oftewel, alle spullen die geen vaste plek hebben of waar er geen beslissing over genomen is, is rommel. Het is iets waar je nog iets mee moet. En dat resoneerde meteen zo ontzettend diep met mij. Want dat is natuurlijk zo. Als je iets op een plekje neerlegt en je zegt: Ik kijk straks al wat ik ermee ga doen dat strakjes wordt morgen, morgen wordt een week later, en een week later wordt een maand later. Nou, we weten allemaal wel hoe dat gaat. In ieder geval, in mijn huishouden gaat het er regelmatig zo aan toe. En ik probeer mezelf ook in mijn huis eraan te herinneren, als ik nu die beslissing niet neem, dan blijft die beslissing in de vorm van rommel recht voor mijn neus liggen. Dus iedere keer als ik dat, laten we even als voorbeeld een stuk speelgoed nemen, iedere keer als ik niet... Dat stuk speelgoed opruim, maak ik geen beslissing over waar dat stuk speelgoed hoort te liggen. Buiten het feit dat de kinderen het eigenlijk moeten opruimen, maar goed, dat is een hele andere discussie. Maar het interessante daarin is ook wat er gebeurt in je hoofd. Specifiek ook met het besparen van tijd en energie. Want alle beslissingen die jij niet neemt, nemen plek in beslag in je hoofd. Dat kost energie en dat kost tijd. En hoe je dat kunt besparen is eigenlijk op een hele, ja, eenvoudig is niet het juiste woord. Op een hele snelle manier daar een beslissing kunnen nemen over het nemen van de beslissing. En wat ik daarmee bedoel is wat ik ook in de vorige podcast aanhaalde over mijn klant die 400.000 euro bespaarde. Wat er gebeurde is niet dat hij sneller tot een conclusie kwam. Wat er gebeurde is. Ik gaf haar aan het is beter om te wachten. Dus wat er vervolgens in haar los werd gemaakt, is de toestemming om het nu nog even niet te weten, de toestemming om te zeggen. Ik parkeer deze beslissing tot en met nou, heel soms valt niet heel soms. Regelmatig zitten daar ook specifieke data aan vast. He, wacht even tot je over deze energetische heuvel bij heen bent. Uh, wacht tot deze energetische breakthrough er is. Want dan kun je vanuit een ander perspectief beslissingen gaan nemen. Dus in je hoofd ontstaat er heel erg veel rommel iedere keer als je zegt, die beslissing ga ik nog nemen. Niet te zeggen dat je nu in dit moment al die beslissingen moet nemen, want ik heb nu op dit moment in mijn hoofd ook een aantal tapjes openstaan met bepaalde. Businessbeslissingen die best wel wat investeringen met zich meebrengen. Best wel wat diepgang en processen, innerlijke processen die daarbij komen kijken. Dus die tapjes staan wel open. Maar ik heb tegen die tapjes gezegd, dan en dan neem ik een beslissing. Voor mij komt er ook een periode aan wanneer er even wat energetische dingen weer op hun plek mogen vallen. En dan ga ik mijn beslissing nemen. En dan ga ik kijken hoe past dit allemaal in het grote geheel. Hoe passen al deze puzzelstukjes weer in elkaar? En wat dat vervolgens doet is, de beslissing is niet genomen. Ik ga niet overhaast ergens inspringen en zeggen, ja, maar ik moet nu van mezelf een beslissing nemen. Dat doe ik niet. Wat ik wel doe, is mezelf vervolgens dus uitnodigen. Ik ga dit nu parkeren. Ik ga dit nu aan de kant zetten. Ik geef mezelf de tijd om hierin te marineren. In het besluit te groeien en dan neem ik een besluit. Ja, soms gaat het ook over een stukje draagkracht, over een stukje expansie die jij eerst nog mag ervaren. Het heeft overigens niks met financiële expansie te maken, maar vooral met energetische expansie. Dat jij meer draagkracht voor jezelf creëert. En helemaal in de fase waar we astrologisch in zitten, de waterman-energie is heel hoog op dit moment doordat. Van allerlei planeten in Waterman staan. We hebben de Zon, we hebben net de nieuwe maan in Waterman gehad. We hebben Venus, we hebben Mars die naar Waterman gaat. Mercurius staat in Waterman. En we hebben Pluto natuurlijk in Waterman. Waardoor er energetisch echt een hele hoge frequentie is op dit moment. Waardoor we haast voelen dat we gedwongen worden om met die snelle vibraties heen en mee te bewegen. Maar dat betekent niet dat we sneller beslissingen moeten nemen, dat we sneller moeten schakelen. Het is het besluit om met een bepaalde energie mee te bewegen of niet die uiteindelijk de rust geeft. Dus al die tapjes die openstaan in jouw hoofd, je kunt ze ook markeren als favoriet en voor ze het tapje sluiten en een foldertje op jouw browser hebben staan. Waarop staat: Nog te nemen beslissingen. En die pas te openen als jij voelt. Ik ga hier nu naar kijken. En het klinkt natuurlijk makkelijker dan dat het is. Omdat we heel vaak niet in de gaten hebben. dat al die beslissingen die wij niet nemen. ontzettend veel rotzooi, rommel en onrust in ons hoofd veroorzaakt. En dit vind ik ook zo mooi aan het werk dat ik doe. Ik ga mijn klanten nooit vertellen je moet beslissing aannemen of je moet naar punt B gaan of naar C of verzin er een hele nieuwe bij. Ik laat ze juist zien en voelen wat deze als de twee opties zijn, wat die twee opties je zouden kunnen brengen, welke energie erin zit en dus eventueel wacht nog even tot het moment dat er meer energetische duidelijkheid is, dat er meer stroomt, dat er meer meer open is gezet. En dat is natuurlijk niet ook altijd wat je wil horen. Maar dit is wel de manier waarop jij dus heel veel tijd en energie gaat besparen. Want nogmaals, als je in je huis je eettafel ligt vol met spullen die nog opgeborgen moeten worden, dan kun je op een gegeven moment gewoon niet meer zitten om te eten. Dan kun je op een gegeven moment niet meer fatsoenlijk in je huis functioneren. En dit klinkt dan misschien wel als een heel extreem voorbeeld, maar ik geloof dat er we allemaal wel eens op de eettafel een aantal spulletjes hebben liggen die we iedere keer aan de kant schuiven en op een gegeven moment denk ja die moeten nu echt opgeruimd worden die stapel die steeds hoger wordt of in ieder geval ik ga ervan uit dat de meeste mensen dit wel eens ervaren ik weet dat er mensen zijn onder andere mijn moeder die dat niet heeft <laughs> maar dat is zijn er. maar dat gebeurt dus ook in je hoofd je kunt nog steeds functioneren het is niet dat het je hele systeem lam legt als al die tapjes in je hoofd openstaan maar het kost wel veel energie. Want iedere keer denk je: oh ja, dan moet ik nog een beslissing overnemen. Oh ja, hier moet ik nog iets over bedenken. Oh ja, hier moet ergens nog de doorslag in gegeven worden. En ik heb ook al de afgelopen tijd een aantal projecten compleet stilgelegd of niet mee doorgegaan. Want ik dacht: ja, maar dit is niet wat in alignment voelt. Dus de beslissing was gemaakt en meteen: het voelt zoveel lichter, zoveel Overzichtelijker, zo fijn. Ondanks dat die projecten ik heel graag wil oppakken. En ik daar heel gepassioneerd over ben. En tegelijkertijd ook voel niet nu. Dus de beslissing nemen, ik ga het niet doen. En ik pak het op wanneer het goed voelt. Eerder had ik zoiets van: als ik een project heb dat ik op wil pakken. dan zorg ik ervoor dat er een tijdslijn ligt. Dat ik weet wanneer ik kan gaan inchecken. Wanneer ik het weer kan gaan doen. En ik heb nu met een aantal projecten. Gezegd, ik laat het los en ik zie wel. En misschien komt het niet meer op, misschien wel, maar ik laat het los. Dus voor jou ook de uitnodiging om, als je voelt, er komt een beslissing aan. Ik moet ergens mijn mening over geven of ik moet daar iets mee. Dan heb je twee keuzes. Of je neemt de beslissing nu, als dat goed voelt, of je neemt de beslissing om de beslissing nog niet te nemen. En geef jezelf de ruimte. En vanuit de astrologie zet ik altijd met mijn klanten een bepaalde datum. Wanneer je over een bepaalde piek heen bent. Wanneer je emoties wat rustiger zijn. Zodat je erg kunt zakken in jouw intuïtie. En regelmatig passen we ook een uitgebreide Inner Essence Journey daarop toe. Waarin mijn klanten dus echt afreizen naar hun eigen essentie. Hun eigen waarheid ontmoeten. En op die manier dichter bij een keuze kunnen komen. Want die onwetendheid. Kan heel erg onrustig aanvoelen. Maar als je weet, ik zit in het niet weten, neem dan de beslissing om te blijven zitten in het niet weten. Dus je kunt niet afdwingen wanneer de beslissing gaat vallen, maar je kunt wel beslissen hoe jij omgaat met het proces van het beslissen. Dus het duidelijk voor je uitschrijven, duidelijk zeggen: nu niet, ik focus me nu hierop. En dat is zo'n belangrijke tool die ik vind dat iedereen eigenlijk zou moeten beheersen. En niet alleen als coach, niet alleen als therapeut, ik denk ook als ook als mens zijnde om daar meer vrede mee te hebben, nog meer in het nu te kunnen zijn, nog meer aanwezig zijn bij wat er in het nu speelt. En al die tabbladen. Markeer ze maar als favoriet, sla ze op in een foldertje en zorg ervoor dat je er later op terugkomt. En dit is iets wat jij ook als coach-therapeut gewoon kunt leren. Het is niet ingewikkeld. Het is echt heel eenvoudig om daarop te gaan intappen. En dit is wat ik je ook laat zien in de masterclass astrologie voor therapeuten en coaches. Zodat jij ziet hoe jij dit kunt toepassen in jouw dagelijks leven. Het is een gratis masterclass waarin ik heel erg veel van mijn kennis deel. Kennis die ik nog nooit eerder gedeeld heb. Zodat jij ook kunt zien en voelen en ervaren hoe je deze technieken kunt toepassen om dus meer energie over te houden, om dus meer tijd over te houden. En uiteindelijk, tijd en energie zijn ook geld. Dus op de lange termijn, nou, die is de lange termijn, maar op termijn bespaar je daar natuurlijk ook gewoon heel veel geld mee, of ga je er juist meer geld mee verdienen. En dat is natuurlijk een ontzettende belangrijke tool om ook jouw message, jouw missie nog verder te kunnen verspreiden. Zorg ervoor dat je erbij bent op 19 februari om 10 uur in de ochtend. Je kunt je inschrijven via de link die je in de show notes vindt. En ik vind het heel mooi om te zien om daar met jou ook mee aan de slag te gaan en te zien hoe je astrologie nog meer gaat toepassen in jouw praktijk en in jouw leven. Dankjewel voor het luisteren en ik spreek je weer in de volgende podcast.